jij bent winnares uit ruim 1500 instellingen van de nieuwste iPad. En natuurlijk een borstje bloemen namens Annie Veilige Vincent Groningen Friesland. Dankjewel. Alsjeblieft, en gefeliciteerd. Kraken en piepen, dat deed de mailbox van het vervoersbedrijf Arriva de afgelopen weken nadat er een prijsvraag was geopend. De zogenaamde breinbreker werd online gezet om te vieren dat er sinds eind januari internet in alle treinstellen beschikbaar is. De blije winnares van de actie werd gisteren op het hoofdstation in het zonnetje gezet. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik had helemaal niet meer gedacht dat ik het zou winnen. Ik was eigenlijk een beetje vergeten dat ik meegedaan had. Koopmans was een van de 1500 deelnemers aan de prijsvraag. We hebben ontzettend veel reacties binnengekregen. Er zijn maar liefst meer dan 1500 reizigers die de breinbreker hebben geprobeerd op te lossen. Hadden jullie dat verwacht? Nou ja, gaat er altijd eigenlijk een beetje open in. En je probeert iets leuks te bedenken samen met de provincies Groningen en Friesland om het internet in de trein te promoten. Dat is de breinbreker geworden. En we zijn eigenlijk wel heel verrast door het vele aantal inzendingen. De winnares kreeg behalve een bos bloemen ook een iPad overhandigd uit handen van het vervoersbedrijf en de provincies Groningen en Friesland. Nu dachten wij op de redactie van ja, leuk zo'n prijs winnen, maar zouden ze de juiste antwoorden nog wel weten? Ik heb de opgave even meegenomen. Wat zijn nou precies de antwoorden? Nou, de eerste is verbinding, de tweede is rails, de derde is wissel, de vierde is spoorlijn en de vijfde was inchecken. En de zesde was fluitje. Was het nou een lastige puzzel? Ja, je moet wel even nadenken met wat het kan zijn. Ja, ik vond het wel lastig. Het internet is sinds 2 maanden beschikbaar in alle treinen. Bij het bedrijf zijn al veel reacties binnengekomen. Vooral het eerste moment in januari, toen waren nog niet alle treinen voorzien van de internetaansluiting. Sinds 1 februari is dat wel het geval. En we krijgen ontzettend veel reacties binnen. Veel al positief, soms ook wat kritische reacties dat het nog niet helemaal naar behoren werkt. En de iPad, die komt op een goede plek terecht. Ja, ik studeer nog, dus waarschijnlijk zal die wel eens meegaan naar school, denk ik. Ik denk dat het handig is bij colleges of zo bijvoorbeeld. Het is een prijs die echt wel van waarde is, echt wel van pas komt. Ja, zeker weten. Ja, dank u wel. Veel plezier ermee. Dank u wel.